We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament. We lezen de laatste bij het Evangelie van Lucas. We lezen de laatste woorden van hoofdstuk 14. En dan van hoofdstuk 15 de versen 1 tot en met 3. Vers 7, vers 10 en vers 11 tot en met 32. Lucas 14, allereerst de laatste woorden, waar de heer Jezus aan het einde zegt van zijn uiteenzetting over het volgen van hem die oren heeft om te horen, laat die horen. En al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Dan komt er een lange gelijkenis met drie luiken, verloren schaap. En de samenvatting daarvan is in vers 7. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan de verloren penning. Zo zeg ik u, vers 10, de samenvatting, is er blijdschap voor het aangezicht van de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen en losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf, slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Dan de tekst voor vanmiddag, vers 24 tot 29. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon, nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En dat hij een van de slaven bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden.
En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag de zesde preek van de zeven over Lucas 15. Ze sluiten als het ware naadloos op elkaar aan. Nu het aspect tweemaal van de oudste zoon. Het thema is, Christus leert ons dat de hemelse vader echt vader is. En we zien ten eerste dat de vader feest viert en de slaaf het begrijpt. Dat is vers 24 tot en met 27. In de tweede plaats dat de oudste zoon als zoon door de mand valt. Vers 28 tot 30. Van dit punt vanmiddag het eerste deel. De volgende keer deel volent het tweede. En dan ook dat de vader ondanks alles ook zijn vader blijft. Vers 31 en 32. Maar vanmiddag dus dat de vader weet, feest viert en de slaaf het begrijpt. En dat de oudste zoon als zoon door de mand valt, het eerste deel. Dus ten eerste dat de vader feest viert en de slaaf het begrijpt. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat dus in Lucas 15. Ik heb dat bij de schriftlezing maar niet hier opnieuw uitgelegd, maar het gaat niet om het verloren schaap, het gaat niet om de verloren penning, het gaat niet om de verloren zoon. En dan zouden we moeten zeggen twee verloren zonen. De kern van Lucas 15 is dat die fariseeën naderen en morren. En dan gaat de Heer Jezus in één lange gelijkenis van drie delen uiteenzetten dat God juist blij is. God heeft er heilig plezier in om verloren mensen te zoeken en te redden. Dus Gods blijdschap over de redding staat tegenover het morren van de fariseeën en de schriftgeleerden, die zich ergeren aan die tollenaars en die zondaars, die naderen tot Jezus om hem te horen en met wie hij zelfs de maaltijd gebruikt. Ze ergeren zich. Maar de Heer Jezus komt uit de hemel. En hij kent zijn vader. En ik heb u aan hen bekend gemaakt. Hij komt ons vertellen wie de vader is. En daarom kan hij ook exact beschrijven welke blijdschap er in God is over de redding van een zondaar. En daarom lezen we in vers 24. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Wat een machtig wonder. Die jongen die zijn vader te schande heeft gemaakt. En die pas terugkeert als die helemaal failliet is en op zijn levensscherm flikkert. Game over. Hoe noemt zijn vader hem? Deze zoon van mij.
dat is voor die vader nooit anders geweest. Als kleine jongen, deze zoon van mij. Toen hij hem op zijn hart trapte, geef mij het deel. Het duurt me te lang om op uw dood te wachten. Deze zoon van mij, toen die weg was. Hoe zou het met mijn jongen zijn? Deze zoon van mij. Voor de vader is nooit anders geweest. Het is zoals ik in de eerste preek over dit gedeelte naar voren bracht. Deze vader, en dat is het beeld van God de Vader, is werkelijk vader van en voor beide zonen. En dat geheim is nu tot leven gekomen in het hart van de jongste. Daar is hij in een ver land achtergekomen. Toen hij finaal aan de grond zat en niks kreeg, zelfs varkens voor moest hij met zijn vingers afblijven. De dagloners van mijn vader hebben overvloed. Mijn vader zorgt goed. Zelfs voor mensen die een paar dagen per jaar bij hem werken. Goede gedachten van God krijgen. Dat is de waarachtige bekering. Hebt u goede gedachten van God? Loof den Heer, want hij is goed. Niet omdat je examen gehaald hebt, maar zelfs als je eraan denkt, hoe is het nou met me? God is goed. God is goed. Wat een zegen. In zijn ziel vindt dat weerklank. Ik heb een goede vader. Dat is wat het Satan bij de zondeval van vraagtekens voorzag. En juist omdat die vader zoveel van zijn zoon houdt, is zijn blijdschap zo groot. En dat te meer. Omdat de bekering, de verlossing door Gods genade in Christus zo'n geweldige verlossing is. En zo verstrekt gemeente, hoe zullen we dat ooit bevatten? Want die jongen van mij, als er een jongen van 15, een meisje van 14, een jonge vrouw van 31, als die zegt, God heb ik lief in. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u niet missen kan. Wie heeft lust de Heer te vrezen, daar gaat de vinger. U bent verlost van de dood. Mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En voor weer levend worden staat in het Grieks een woord dat alleen voorkomt in het Bijbelse Grieks. De heidenen kennen dat niet. Buiten de Bijbelse waarheid wordt dit niet gevonden. Weer tot leven gekomen. Die tweeslag van dood en leven. Die resoneert door heel het Nieuwe Testament. En hier wordt het tweemaal van de jongste zoon gezegd in vers 24 en straks nog een keer in vers 32. Was dood en is weer levend geworden. Dit wordt ook van Christus gezegd, dit woord, in Romeinen 14, vers 9. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Hij heeft het lichamelijk verdiend met zijn lijden en sterven om het ons te schenken, weer levend geworden. Dat wordt ook van de doden gezegd in Openbaring 20, vers 5. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Dus die vader beschrijft het werkelijk als een terugkeer uit de dood.
Die jongen was dood voor hem. En hij was dood voor die jongen. En omdat hij geen affiniteit had in zijn hart, kon hij zijn deel van de erfenis opeisen. Dit is een ongelooflijke ommekeer, geliefde. Dat is het nou, het evangelie. Het evangelie is dat we sterven met Christus en weer leven met hem. Het is het geheim van Efeze 2, vers 1. Als Paulus aan die heidenen gaat vertellen, weten jullie wel wat er met jullie gebeurd is. En dat niet negatief, maar zo magistraal. Eerst in hoofdstuk 1, in die verwondering, jullie verkiezing van God. En dan in hoofdstuk 2, weten jullie hoe het was. Ook jullie heeft hij met hem levend gemaakt. Jullie die dood waren in de overtreding en de zonde. Die verlossing is zo groot. En dat is nou die scheiding, gemeente. Dat is het verschil tussen dood en leven. Tussen hel en eeuwige verlossing. Met hem. Op de nieuwe aarde. Om die dingen gaat het hier. Opzettelijk herhaalt de Heer Jezus ook het nog een keer op een andere manier. En hij was verloren en is gevonden. Zo is dit paneel direct verbonden met de beide vorige. Van het schaap en de penning. En met de conclusie van die beide panelen. Hij was verloren. Hij heeft zichzelf naar de knoppen geholpen. Het leven, de zonde, jonge vrienden, is immers zelfdestructie. Zelfvernietiging. Het kan lekker zijn, maar het verwijdert je steeds verder van huis. Verloren. En wat is nou een machtig wonder dat een direct aansluitingspunt heeft met het evangelie. Ik ben gekomen, de Zoon des Mensen is gekomen, om ze op te zoeken, te redden, die verloren waren. Dat is wat. Wat een ommekeer. Wat een ommekeer. En dat lees ik als laatste in vers 24. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ook dat gemeente werkt naar twee kanten. De dwaze maagden, lees ik, ze begonnen buiten te staan. Er komt nooit meer een eind aan. Hier is het, ze begonnen vrolijk te zijn. Ja, wij gaan nog wel eens dus op en neer in het gevoel. Maar als u die vreugde geproefd hebt in de God van uw heil, zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is een begin waar nooit meer een einde aankomt. De echte vreugde, de echte vrolijkheid, jonge vrienden, kent wel een begin, maar in eeuwigheid geen einde. Wat mag deze boodschap, want daar zie ik ze weer staan, die tollenaar en die zondaar, bemoedigen. Zij staan te kijken, die fariseeën schriftgeleerden, het evangelie heeft niks met jullie te maken. En het heeft alles met ze te maken. Ik was dood. Is dat niet het verhaal wat u vertellen moet? Vertel eens, wat is er aan de hand? Ach, ik kan niet veel vertellen. Ik was dood door de zonde en de misdaden. De hemel verlokte me niet en de hel verschrikte me niet.
En toen? Dan is vers 4. Maar God, God die rijk is in barmhartigheid enzovoort, heeft ons levend gemaakt met Christus. Het kwam van de andere kant, van boven naar beneden. En de Heer doet het zo graag. Hij is er blij mee. Hij heeft er zo'n behagen in. God wordt blij van het redden van verloren zondaren. Daarom houdt de duivel, probeert u weg te houden. Kom tot het kruis, er is kracht in het bloed. Begonnen. Redding tot eer van God, dat is het werk van Christus. En het laat ook zien welk een onuitsprekelijk voorrecht het is dat we zonen en dochters van de Heere mogen zijn. Dat we uit genade bekleed zijn geworden met het kleed van de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat God mij voor heilig houdt door op Christus te zien in wie ik ben. In zijn eigen Zoon. We zijn verzegeld met de ring, met het zegel van de Heilige Geest. En we mogen zomaar aanzitten aan de tafel van de Heer en proeven. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn lieve dochter. In Christus. Zo. U een grotere vreugde weet. Er zijn heel veel dingen, kun je blij mee zijn. We hoeven niet weg te poetsen. Als de goede tierenheden van de Heer ons maar aan hem verbinden. Maar is er een grotere vreugde dan die vreugde van God, waarin hij de engelen laat delen en zijn schepselen laat delen. Het is een appel aan die schriftgeleerde fariseeën: kom tot het feest, erger je niet. Hij is de goede herder. Twee panelen hebben het laten zien dat die herder het schaap gevonden heeft. En vindende legt hij het met blijdschap op zijn nek. En die vrouw bij het vinden van de penning vindt het met blijdschap. Een schaap. Een penning. En nu een zoon. Zou je nou wel blij zijn over een schaap? Zou je blij zijn over een penning? En niet blij zijn over een mens gered uit de dood? Die blijdschap van God. En op aarde delen Gods kinderen ook in die blijdschap. Dat kent u toch wel. Dat je blij bent als die jonge vrouw die zo tobde met avondmaal toch opstaat en naar voren gaat. Wat ben je blij. Dank u, Heere. Wat ben je blij. Als je een kind dat weggedwaald is uit de kerk weer terug ziet komen. Dat kent u toch wel. Op blijdschap als een verlorene gevonden wordt. Waar ben je blij als je van je zus hoort dat ze weer naar de kerk is geweest. Wat vermenigvuldig je gebed. Wel, de Heer Jezus gaat in de tweede helft verder. Hij past dit heel persoonlijk toe op de fariseeën en de schriftgeleerden door hen te tekenen in die oudste zoon. Opdat ze schrikken en zich bekeren. In deze dienstgemeente de speciale aandacht
voor die leden van de gemeente die vinden dat anderen veel verkeer doen. Die van zichzelf juist vinden dat zij zo gelovig zijn en zoveel aan stille tijd doen. En vult u maar in. Het gaat om die mensen in ons midden. Ja, die natuurlijk al gered zijn, maar nooit verloren zijn geweest. Ze zijn wel serieus bezig om beter te worden. Ik zou nog meer zekerheid willen hebben. Nog meer een overwinningsgeloof. Nog meer. Vul maar in. Om goed genoeg te worden voor de hemel. Ze weten hoe het precies moet. Hoe het zit met een ander. Luister alsjeblieft intens. Ik heb geen preek bedacht, ik spreek alleen maar de Heer Jezus na. Niet meer en niet minder dan als u zichzelf herkent. Laat het u gezeggen. Heel eenvoudig, als de ouderling op huisbezoek u vraagt, hoe staat u tegenover de eeuwigheid? Waar komt u mee? Ja, kan een mens niet altijd zeggen, maar het is ook niet makkelijk, maar ja, ik ga toch graag naar de kerk. Ik. Zoals een ouderlijke leerling een keer zei, jaren geleden. En toen iemand een vraag stelde, ben jij wel werkelijk met Christus verbonden? Wat? Dacht je dat ik zoveel voor de kerk deed als het niet echt was? Aangrijpend. Wat een verschil. Maar God. Dominee, als de Heer mij had laten doorhollen, was ik met al mijn gelovigheid wakker geworden in de buitenste duisternis. Maar die preek, die was raak. Luister. Dat we het weten. Ik ben van de Christus. Om niet de ogen op te slaan in de buitenste duisternis. Het gaat om eeuwig behoud. Daar staan grijpende ook van schriftgeleerden en fariseeën. Kunnen wij ons nog wel eens aan ergeren. Maar we mogen ook wel meelijden hebben met hen. Weg naar de eeuwigheid. En als we genade kennen, laten we ons niet erger aan hen, maar bidden. Dus door dit deel van de gelijkenis doet de Heer Jezus een dringend appel op hen om Gods genade aan zich te laten geschieden. We lezen in vers 25, zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. De oudste zoon is de hele dag op het veld geweest, buiten het stadje, op het land van zijn vader. En daar heeft hij niks gemerkt van wat er thuis in het dorp gebeurd is. Hij is ook niemand tegengekomen die hem iets verteld heeft. Maar let u op. Hoe staat het er? Zijn oudste zoon. Ja. Deze mijn zoon. Zijn oudste zoon. Leg de nadruk maar op zijn. De vader is de vader van beide zonen. Zo begon weer die eerste gelijkenis. Een zeker mens had twee zonen. Gemeente, we zijn alle kinderen van God. Maar hebben wij een kinderhart?
Hebben wij onze vader, zijn we blij met onze vader. Hebben we onze vader kinderlijk lief. Of is die vader vader? En zijn wij geen kind? Zijn oudste zoon. En weet u wat er voor oudste staat in het Grieks? Presbyteros. Dat is ouderling. Dat is begonnen in de synagoge die leiding geven, werden presbyteros genoemd. Dat het de oudste waren. Dus die oudste zoon heeft de functie van presbyter. Maar functioneert in werkelijkheid tegenovergesteld. Wat is dat erg als dat het beeld is van de geestelijke leiding. En die vergelijking maak ik niet zomaar. De oudste zoon, de presbyteros zoon, nadert, komt dichterbij. Die tollenaren en zondaren hetzelfde woord naderden tot hem om hem te horen. Zij naderden om hem kritisch waar te nemen. En als hij thuis nadert, ja, hoort hij vrolijk gezang en muziek, rijdans. Er staat in het Grieks voor muziek, symfonia, nou symfonie, u herkent het woord. Het is meerstemmig en het is eenstemmige muziek. Klanken die harmonieus samenstemmig. Een prachtige, vrolijke symfonie. En Joden kunnen geweldig zingen. Zelfs orthodoxe Joden die een psalm zingen, zoek het maar op internet. Orthodoxe Joden zingen psalm 121. Nou, je weet niet wat je ziet. Ritmisch, vrolijk en blij, zoals de psalmen zijn. En toen we in Jeruzalem waren en langs een bruiloft kwamen, wat kunnen ze met elkaar zingen? Voordat er aan tafel thuis hele discussies ontstaan, dans, zie je wel, je mag dansen. Ja, neem dan ook even mee dat ze in het huis van deze vader niet zo half aangeschoten alvast beginnen met carnaval. Nee, ook niet dat ze de polonaise lopen door elkaar te hossen. Bij de Joden vieren de mannen en de vrouwen apart en ze dansen apart. Het is prachtig, de rijdans. Met de jongerenreis 2010 meegemaakt. Toen we op sabbatavond bij de klaagmuur waren en de sabbat begon. Soldaten en mensen met pijpenkrullen, ze dansten in rijen naar elkaar toe en door elkaar heen. De jongelui hebben het, waaronder Johan, hebben het geweldig naar de zin gehad. Vrolijke muziek en blijde rijdans. Dat hoort hij uit het huis naar buiten komen. Als hij nadert. Dan begint zijn probleem. Hè? Is er toch niemand jarig? Vader heeft vanmorgen niks gezegd. Vader zal dan toch niet voor hem een surprise party georganiseerd hebben? Ja, heeft hij best verdiend. Als dat het niet is, snapt hij er niks van dat zijn vader er ook nergens over gehad heeft. Weet je wat erg is? Op geen enkele manier denkt hij aan de mogelijkheid zou mijn broer thuis gekomen zijn. Dat is de presbyteros.
Dat hoofdstuk heeft hij afgesloten. Dat hoofdstuk is verleden tijd. En dan ziet hij, een van de slaven, ik denk meer. Er wordt ook het woord pais gebruikt voor kind. Dat het een zoon van de een van de slaven is. Hé, kom jij eens hier. Wat is er aan de hand? Het is een geweldig lief jong. Hij zegt drie dingen. Punt 1 zegt hij, uw broer is gekomen. In de tweede plaats stelt hij de vader in het middelpunt met zijn vreugde en verwondering. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond ontvangen heeft. En ontvangen, dan gebruikt hij een woord, dat betekent dat iemand terugkrijgt waar hij recht op heeft. Met de andere woorden, dat ventje voelt zo zuiver aan. Die vader heeft er recht op dat die jongen thuisgekomen is. En dat is nou. De Heer er heeft er recht op dat we allemaal naar hem terugkeren. Dat niemand meer zonder hem verder kan de nieuwe week in. En in de derde plaats spreekt hij uit blijdschap en liefde. Hoezo? Die hele periode tussen vertrek en terugkeer laat hij helemaal rusten. Hij is niet van de boulevardpers. Hij zegt, nou, u had hem moeten zien, zeg. Wat een lompen en stinken dat hij deed. Nee, kort en bondig. Gezond weer teruggekregen heeft. Hij praat niet over de ziekte, hij praat over de genezing. Die jongen was ziek in zijn denken toen hij vertrok. En hij is helemaal genezen. En dan moet je niet denken aan genezing in lichamelijke zin. In de Septuagint wordt veilig en gezond gebruikt om te verwijzen naar vrede. Dat is nou bekering, gezond worden en vrede vinden. Toen de jongen vertrok, was hij ziek en verziekt in zijn denken. Een en al onrust en onvrede. Verziekt door zijn lust en begeerte, door wereldzucht en genotzucht. Carrièredrang. Wat een wonder. Genezen. Bekering. Metanoia. Anders leren denken. Een gezond beeld krijgen van de Vader. Van de eeuwigheid. Ga maar door. Bekering is dat de kracht van het venijn van de slang gebroken wordt. En daar zijn we toch wel blij mee. Als we dat zien gebeuren in ons midden. Dat jong is zo blij voor de vader. En zo blij voor die zoon die thuisgekomen is. Let erop, hij spreekt over uw broer en uw vader. Hij ziet die oudste zoon als iemand die daar helemaal bij hoort. En die ook zo zal reageren. Nu, nog een halve gedachte. Christus leert ons dat de hemelse vader echt vader is. En we zien in de tweede plaats dat de oudste zoon door de mand valt. Wat is de reactie van de oudste zoon? Vers 28a. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Die oudste zoon, die zo keurig kerkelijk was, wordt niet blij, maar boos. Hij ontploft.
kookt. Het irriteert hem mateloos. Hij heeft geen enkele blijdschap over de redding van zijn broer. Omdat hij geen enkele liefde heeft voor zijn broers. En geen enkele liefde voor zijn vader. Dat is niet zomaar een reactie in een plotselinge oprisping. De onvoltooid verleden tijd geeft aan dat dit zo is en dat dit zo blijft. Gemeente, als wij geen persoonlijke band met de Heer hebben. Als we alleen maar ons best doen om beter te worden. Dan ontploffen wij als er in de gemeente aandacht is voor iemand die in de zonde geleefd heeft. Die vrouw die gescheiden is en weer terugkeert. En we zien ook niet wat het is voor die vrouw, want denk erom dat die vrouw nu pas voor het eerst beleeft en inleeft hoe ze Gods gebod met voeten getreden heeft. Met de puinhoop zit. Geen enkele vreugde over iemand die terechtkomt. En naarmate de blijdschap dan bij anderen groter wordt, neemt de boosheid toe, we ergeren ons dood. Als God het niet verroet, zelfs letterlijk. Die oudste zoon, die neemt waarschijnlijk aan, want zulke gedachten hebben we, die vent is alleen maar naar huis gekomen, omdat hij niks meer te eten had. Omdat hij zonder geld zit. Hij heeft het belang van de familie eer en welzijn omhoog gehouden. Hij is de enige die in aanmerking komt om geëerd te worden. En hij weigert deel te nemen aan het feest. Ik denk dat die schriftgeleerde fariseeën, terwijl ze dit hoorden, in gedachten applaudisseren voor die oudste zoon. Dat is tenminste nog een nuchter in het hele verhaal. Die stapt niet zomaar over de zonde heen. De zoon weigert naar binnen te gaan. Dat ventje gaat wel naar binnen. Meneer, uw oudste zoon staat buiten en is boos. Hij wil niet binnenkomen. En wat doet die vader? Geeft hij aan de belangrijkste, de chef van de slaven, de opdracht. Zeg dat hij hier komt. En anders verdwijnen kan. Nee. Die vader is voor beide zonen hetzelfde. Toen ging zijn vader naar buiten. Spoorde hem aan. Hier wordt onvoltooid verleden tijd gebruikt. De vader zegt niet één keertje wat van, joh, kom nou naar binnen. Maar die vader gaat met die jongen pleiten. En dan wordt het werkwoord parakaleo gebruikt. Erbij roepen, te hulp roepen enzovoort. Dat werkwoord, zelfstandig naamwoord, wordt gebruikt voor de Heilige Geest als de parakleet. Vader doet hier het werk van de Heilige Geest om die zoon te overtuigen, om hem aan te sporen. Laat u met God verzoenen. Gemeente, is toch de omgekeerde wereld. God worstelt met ons. Dat wij ons overgeven. Zoals Jezus hier probeert die wrokkige schriftgeleerden over de brug te helpen. Zo worstelt de Heilige Geest, jonge vriend, in jouw hart. Jongen, bekeer je. Kan nog. Gaat ons over. Opdat ons overgeven. En zo probeert deze vader zijn zoon te overtuigen. Zijn hardwerkende zoon. Om zich te verheugen in het gevonden zijn van zijn broer. En hebt u dat wel eens gehoord in de preek? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en de zonde niet toerekende. Maar Christus, die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt.
Zo zijn wij gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wat bidt God? Laat u met mij verzoenen. Geef je weerstand op. Geef je zelfhandhaving op. Geef je geldingsdrang op. Verlies het en kom. Erken dat je verloren bent met alles wat je gedaan hebt. Nu even iets anders, gemeente. Wat is het eigenlijk, die vader, hè? Eenzaam geweest in zijn huis. Had twee zonen. Een zeker mens. En hij had er geen één. Dat is erg, je kind, als je het hart van je kind niet hebt. Die vader had hun hart niet. Maar hij is al die jaren vader geweest. Bij de jongste en blijkt bij de oudste. Wat zijn de rollen omgekeerd, gemeente? Beseffen we dat wel eens? Toen wij vielen in het paradijs, toen hebben wij een paar vijgenschotjes gemaakt om de boel mee te lappen. Maar we hebben niet staan huilen. O God, vergeef het ons, kom tot ons. Nee. Toen kwam God. Adam, waar ben je? God komt naar ons toe. Hebt u het nooit gehoord? Dat de Heer Jezus staat aan de deur van je hart en klopt, doe me open. De omgekeerde wereld, of liever gezegd de omgekeerde kerk. En hoe het nou werkelijk is in ons leven, gemeente, wordt duidelijk op het bidden, uit onze reactie op het bidden van de Vader. Jongen, toe nou. Spoort hem aan om te delen in de feestmaaltijd. Zoals Jezus hier een dringend beroep doet op de fariseeën en de schriftgeleerden. Zo is hij begonnen in de synagoge van Nazareth. Heden is het aangename jaar van de Heere. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. En heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden gezichtsvermogen. Om verslagenen te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Laat u met God verzoenen. Maar hoe reageert hij? Vers 29, maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader. Zie, ik dien u al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden. U hebt me nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Op die liefdevolle nodiging en pleitgrond komt een bitter verwijt. Hij weigert zijn vader aan te spreken als vader. En die gedachte dat hij innerlijk vreemd is aan zijn vader. Hij die denkt zo dicht bij God te leven. Wordt meer en meer duidelijk en bevestigd. Hij is thuis gebleven. Maar in diepste wezen is het met hem niet anders als met zijn broer. Voor zijn bekering. Hij was ook pleiten. Had geen enkele band met zijn vader. Misschien wacht hij ook wel op de dood van zijn vader. De vader krijgt in ieder geval een stortbui aan klachten. Wat komt er los? Misschien heeft die geest van die oudste zoon ook wel bijgedragen aan het vertrek van de jongste. Die misprijzende blikken die jagen je weg. En het legt de relatie bloot. Zoals u het ligt, ik dien u al zoveel jaren. Weet u welk werkwoord hij gebruikt? Doe luio. Slaaf zijn. Slaaf. Je gaat naar de kerk omdat je anders naar de hel gaat.
Je steelt niet, want anders in het oordeel word je veroordeeld. Maar nooit de liefde tot God. Blind voor wie je bent. Geliefd, het gaat erom dat we aangeraakt worden met de liefde Gods. Zodat wij met Petrus mogen zeggen, al hebben we hem net verloochend, de Heere weet ervan. U weet alle dingen. U weet ook dat ik u lief heb. Dan kun je dan Jezus zeggen die je kent. En geliefde, dat is nou het enige. Er is geen andere toegang tot de hemel dan die naam van Jezus Christus. En hij vindt verloren en verzoend vijanden met God. Laat je naar binnen nodig op het feest. En u die gered bent, bid mee voor die oudste broer. U die gered bent, getuigt. Maar God, kom op het feest, waar maar één vrolijke noot is. Amazing Grace. Amen.